mensen, welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rick Items in gesprek met. In het afgelopen jaar hebben we steeds vaker de woorden parallele samenleving gehoord. Wij hebben zelf ook heel veel initiatieven bezocht in de landen, van onder andere waar mensen zich aan het verenigen zijn om zelf scholen op te richten, voedselvoorziening en om op andere manieren samen te werken. En in een van de steden hebben wij een initiatief gevonden wat ons wel heel erg aanspreekt. En daarmee komt de parallele samenleving een beetje naar jezelf toe. Hallo, ik ben Martje van Heuvel van de Biotruc. En het concept van de Biotruc is dat wij bij de plaatselijke boeren en tuinders onze producten halen. En die brengen we bij de mensen thuis. Zodat iedereen een eerlijke prijs heeft en dat we gezonde voeding bij de mensen thuis kunnen bezorgen. Jullie kunnen ons helpen om via onze website producten te bestellen. Wij werken nu nog vooral vanuit het midden van het land. Maar als je mensen om je heen weet bijeen te vergaderen en ongeveer 10, 20 mensen bij elkaar kunt krijgen die online gaan bestellen, dan kunnen we het gewoon bij jullie in de buurt bezorgen. En dat is een initiatief van niemand minder dan Martin van de Heuvel. Hallo Martin. Hey, dag Rick. Hi. Welkom in de studio. Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Ja, een van onze redactieleden die is ook klant bij jou. Je hebt de Biotruc heb je in het leven geroepen. Maar laten we beginnen met wie is Martin van de Heuvel en hoe ben je tot dit initiatief gekomen? Ja, ik ben Martin van de Heuvel dus. Ik kom uit een heel mooi dorpje uit het midden van het land, Voorthuizen. En ik ben getrouwd met een hele lieve vrouw en ik heb drie fantastische kinderen. En ik ben inderdaad 3 jaar geleden begonnen met de Biotruc. En kort gezegd is dat een biologische SUV-wagen. En u kent de jongere generatie de term SUV-wagen niet zoveel. Nee, maar het is een rijdende winkel. Dus een winkel in de straat. Dus wij brengen biologische groenten, dus onbespoten, geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen halen we. Zoveel mogelijk rechtstreeks bij de boer en dat brengen we bij de mensen thuis. Ja. Of met de verkoopwagen of online. Online, ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want jij komt, de SUV-wagen, ja, wie kent het niet? Hè? Als, vanaf een bepaalde leeftijd ken je dat niet meer. Het is gewoon een mini-supermarkt die bij je thuis komt. Maar jij komt dus, jij had je producten rechtstreeks van de boer en van de tuinders. Ja, klopt, ja. En het is op dit moment alleen maar in Amersfoort en omgeving, heb ik begrepen. Ja, we rijden nu nog alleen in Amersfoort, Nijkerk, Barneveld, Voorthuizen en omgeving. Maar we willen ook heel graag uitbreiden naar andere dorpen. Dus we roepen ook mensen op om online te gaan bestellen. En als we met een bepaald volume kunnen we ook andere steden gaan bezoeken. Ja, we zullen onderin de omschrijving een aantal linkjes plaatsen. Kan je iets meer vertellen over hoe jij hiertoe bent gekomen? Want je vertelde mij een heel mooi verhaal over hoe je eerst iets anders deed, maar vertel jij het maar. Ja, klopt. Ja. Nou, van oorsprong kom ik wel uit de agrarische sector. En ook, dat is nu wel grappig, maar het bedrijf waar we nu heel veel zuivel en groente en fruit en vlees halen. Daar heb ik vroeger ook stage gelopen, dus daar had ik wel wat binding mee. Maar ik heb daarna ook een agrarisch bedrijf gehad, een bedrijf met melkgeiten. Maar dat was financieel gezien niet zo'n doorslaand succes. En dan druk ik me zachtjes uit. Dus daar moest ik mee stoppen. En toen ben ik eigenlijk in een andere branche terechtgekomen. En dat is in de keukenbladen. Dat bedrijf heb ik nog steeds. En wij maken aanrechtbladen van terrasso en beton. Maar ik kreeg toch een soort openbaring, ingeving 3 jaar geleden. Van joh, Martin, volg je hart en ga terug naar de agrarische sector. En wij waren al bezig. We hadden een groente- en fruittas van een plaatselijk bedrijf. Een teler bij ons in Voorthuizen. En wij waren al dat biologische gedeelte aan het uitbreiden. Omdat ik vind dat het belangrijk is dat we zoveel mogelijk rechtstreeks van de boer halen. Dat de boer een eerlijke prijs heeft. Dat hij goed met zijn vee omgaat en goed met de grond omgaat. En dat vonden we al steeds belangrijker worden in ons leven. Ja. Maar het was elke keer een heen en weer gejakken met de auto om daar je vlees te halen, daar je zuivel, daar je groente. En praktisch gezien was dat niet handig. Dus toen dacht ik, joh, het zou handiger zijn als één iemand dat gaat verzamelen en dan bij de mensen thuis gaat bezorgen. En dat doe jij nu? Zodat meer mensen dat kunnen doen. Ja, dat doe ik nu. Ja.
Ja, nou, het is natuurlijk zo dat heel veel mensen die wakker zijn geworden in het afgelopen jaar door de corona-onzin die over ons heen is gespreid, die zijn zich veel meer bewust geworden van gezondheid en daardoor ook voedsel. En wat we natuurlijk weten is dat de grotere corporaties natuurlijk, ik geloof dat de voedselproductie is in handen, nou ja, van een handvol bedrijven, zoals Unilever, maar ook PepsiCo en et cetera. Ja, en daar beginnen langzamerhand ook twijfels te zijn of dat inderdaad wel allemaal zo gezond voor ons is. Ja, klopt. Nee, helemaal. Dat is ook een van de pijlers van Biotruc. Dat we ons toch meer afzetten tegen de grootwinkelbedrijven, tegen de voedingsindustrie. Weet je wel, hoe we met ons voeding omgaan. Terwijl voeding eigenlijk gewoon een heel mooi product is. De pure groentes en fruit en zuivel. Maar dat wordt soms verwerkt met heel veel suikers, enemen, smaak, geurversterkers en zo. En waardoor het eigenlijk schadelijk is voor je lichaam. Heel veel producten brengen gewoon schade aan je lichaam. En als je nu ziet wat de volksziekte nummer 1, 2 en 3, dat zijn over het algemeen welvaartsziektes. En ja, kinderen worden van jongs af aan al door Haribo en dat soort reclame. Als ze Teletubbies zitten te kijken, dan krijgen ze al reclame van Haribo. Dus kinderen worden al van jongs af aan suikerverslaafd gemaakt. En ik schat in dat 98% of suikerverslaafd is, weet je. En dat is wel bizar met alle gevolgen van dien. Dat gewoon de zorg bijna niet meer te betalen is. Omdat er zoveel welvaartsziekten zijn. En echt door de voedingsindustrie eigenlijk bij de mensen thuisgebracht is. Ja, ja, dus ik begrijp dus, je hebt dus vaste plekken in wijken waar je gaat staan. En dan heb je de mensen kunnen via de website kunnen ze bestellen. Wanneer is het rendabel voor jou om het ook te bezorgen in steden buiten Amersfoort en omgeving? Ja, ik schat nu in, als wij nu al een 10 tot 20 mensen hebben die voor minimaal €50 bestellen, dat we dan al dat voldoende kan zijn om daar met een koelauto naartoe te rijden en een bestelling te bezorgen op een bepaalde tijdstip, een bepaalde plek. Okay, dus en dat in overleg. Dus mensen kunnen altijd contact opnemen. Proberen mensen bij elkaar te zoeken. Een stuk of 10, 15, 20. Dat zou mooi zijn. Die voor minimaal 5 jaar. Hoe meer. We moeten toch wel minimaal 5, 6, 700 euro aan omzet hebben. Om ergens naartoe te gaan. Ja. Nou ja, ik zie hier de biotruck. Ja. Dat is natuurlijk een gigantisch idee. Als jij natuurlijk met een franchise het hele land gaat bedienen. Met bioproducten. Dat zou natuurlijk om. Dat was ook zeker de bedoeling. We willen eerst dit goed neerzetten, dat het ook rendabel is voor een franchise-nemer om daar een boterham in te kunnen verdienen. Maar daar staan we zeker open voor, dat er ook andere mensen opstaan met een eigen truc of dat ze samen een truc kopen. En dan kun je gezamenlijk natuurlijk de koelruimte gebruiken. Dus je kunt voordeliger werken, zeker. En meerdere steden bedienen. Nou ja, misschien een leuke oproep voor de mensen, dat mochten ze tips hebben of op andere manieren hier brood in zien, biologisch natuurlijk, kunnen ze dan contact met jou opnemen? Ja, tuurlijk, altijd. Mensen kunnen altijd bellen, appen, mailen, whatever. Okay. Ja, wij zijn een klein bedrijf en ik sta open voor alle initiatieven. Nou, we zullen sowieso onderin in de video wat linkjes zetten. Het Unite lidmaatschap kost €2,50 per maand. En van die €2,50 gaat de helft naar alle initiatieven die zich hebben aangesloten en zich gaan aansluiten om Unite het grootste social media platform voor vrije vrienden zonder censuur te maken. Dus registreer je via deze link, meld je dan via deze knop aan en dan zie ik je bij Unite. Let's Unite! Kom naar Unite! 14-daagse proefperiode kan je rondkijken. Jouw bijdrage steun je als het ware het collectieve tegengeluid. Maar word je betaald lid, dan is het wel belangrijk om te weten dat je dan bijdraagt aan de opbouw van een nieuwe wereld. Afgezien van het feit dat mensen natuurlijk betere producten kopen, hebben we natuurlijk ook de lockdown gehad. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, ik ben natuurlijk al begonnen voor het corona gebeuren. Dus dat was niet de oorzaak dat ik dit ben opgestart. Dus meer echt uit gezondheidsredenen en alles. Maar nu vind ik het wel heel erg frappant dat ik nu een winkel heb waar iedereen welkom is. Dus gevaccineerd of ongevaccineerd, met pas, zonder pas, maakt niet uit. Iedereen is welkom. En dat geeft mensen wel een gevoel van veiligheid en vrijheid. En dat vind ik nu wel heel heel frappant dat ik nu deze winkel heb en dit de mensen aan kan bieden. Dat ze gewoon bij mij kunnen komen zoals ze zijn en zonder restricties. Ja. En zo hebben we ook een groep in Zeist die gewoon heel enthousiast was. Die ook
via een bekende van mij dit te horen was gekomen. En die zeggen, joh, kom naar Zeist, want dit is gewoon echt fantastisch. Want zometeen kunnen we misschien de winkel niet meer in zonder pas of wat dan ook. En ja, die groepen willen natuurlijk ook heel graag bedienen. Ja. Zeker, ja. Nou ja, het is misschien ook inderdaad wel leuk als mensen jou kunnen benaderen. En vanuit andere steden kunnen vragen of zich organiseren om dat initiatief ook bij hun te laten plaatsvinden. Ja. Dus. Kijk, het is nu gewoon belangrijk dat er veel mensen komen opstaan, weet je. Of gaan opstaan. We hebben een overheid die natuurlijk, we hebben de toeslagenaffaire, we hebben nu het corona. Ja, eigenlijk worden we gewoon, denk ik, massaal gepiepeld. En er moet gewoon een tegengeluid komen. En nu zie je gewoon door de overheidsmaatregelen, dus de grootwinkelbedrijven, die varen er wel bij. Die hebben een mega omzet, weet je wel. De grote winkels en de voedingsindustrie, maar de kleinere detailisten en de kleinere middenstanders, die hebben het gewoon steeds zwaarder. En daar wil ik ook voor opkomen en ook juist daar mijn producten betrekken. En niet bij die grote jongens. En daarom is het ook belangrijk dat we ons gaan verenigen en ook juist echt daar gaan kopen waar het geld ook weer op een eerlijke manier bij de producent komt. En ja, zo kom ik al jaren niet in grote ketens waar ik mijn andere producten of elektronica of wat dan ook haal. Maar ik zoek altijd gewoon een kleine middenstand op. Dat ik zeker weet dat daar een eerlijke boterham en dat er niet een... Er zit altijd een laag groep mensen die er exorbitant veel aan verdient, snap je? En dan het geld gaat helaas niet naar de boer die dan uiteindelijk daar 7 dagen in de week mee bezig is. Ja, wij hebben heel veel contact gehad met boeren het afgelopen jaar. Dus we weten van de schrijnende toestanden. We weten ook van de ruzie en het zeer wat de boeren hebben met de overheid. Dus jouw initiatief past daar perfect in. Het zou geweldig zijn als dat landelijk uitgerold zou kunnen worden. Zeker weten, ja. Dus mensen, laten we het even oproepen. Mensen, ik zou willen zeggen, check de manieren waarop je met Martin in contact kan komen. Het is een geweldig initiatief. Het is een van de eerste concrete dingen die wij zien van een parallele samenleving die aan het ontstaan is. Wij steunen je sowieso heel erg. En ik wilde jullie vragen, vond je dit een leuke video? Was je voor het eerst op dit kanaal, druk even op het belletje. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe video's? Subscribe. In ieder geval hartelijk dank voor het kijken en tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel.